Dames en heren, u moet het ons toch aangeven. Een van de vertegenwoordigers, in dit geval van het academisch personeel, klaagt terecht aan dat we hier niet connecteren met het internationale publiek door de keuze voor het Nederlands. En wat doen wij? Wij toveren meteen vier speeches in het Engels te boven. En een andere vertegenwoordiger klaagt aan dat de fietsvergoeding er veel te laat gekomen is. En Gilles Peters tovert meteen 4000 bedrijfsfietsen naar boven. Wendbaarheid is onze troef en dat vind ik toch wel iets om te onderlijnen. Dames en heren, ik zal het met u hebben over duurzaamheid met een misschien wat merkwaardig beeld op deze eerste slide. Mijn excuses hiervoor. De burgemeester van Middelkerken bestond het om deze zomer de opwarming van de aarde een godsgeschenk te noemen. En ik citeer hem letterlijk: nog twee zulke zomers en ik word met de vingers in de neus herverkozen. En de trainer van Paris Saint-Germain, die antwoordde bijzonder laconiek, vond ik, op een aanklacht die in een vraag verscholen zat van een journalist, van waarom laat u uw spelers de verplaatsing naar Nantes zo vlakbij met het vliegtuig overbruggen? Met de woorden, we onderzoeken of we dit in de toekomst met zeilwagens kunnen doen. Waardoor zijn sterspeler Mbappé het natuurlijk bestierf van het lachen. Twee voorbeelden van wat ik zou noemen eigenlijk een soort niet langer tolereerbare onverschilligheid rond de klimaatverandering die we volop meemaken. Er is onverschilligheid, er is onderschatting, er is in toenemende mate ook onbehagen, dat voelen we zeker. Waar ik mij eigenlijk nog het meest zorgen over maak in die klimaatverandering, is wat ik soms ook wel zie, en dat is een toenemende moedeloosheid. En die moedeloosheid die is ongetwijfeld voor een deeltje gerelateerd aan de explosie van klimaatnieuws. Soms wat te veel van het goede, zeker in een zomer zoals we die nu gehad hebben. Maar toch ook wel, en dat wil ik hier nu vooral beklemtonen, door de enormiteit van de opdracht die de mensheid wacht en de afstand die we nog moeten overbruggen. Kijk, als we maar één parameter nemen. Het aandeel koolstofvrije energieconsumptie. En dat is een erg belangrijke. Die is best zo groot mogelijk. En daar zit veel groeiritme in. Dat is belangrijk en dat wil ik beklemtonen. Maar aan het groeiritme van de voorbije 7 jaar zal het nog tot 2197 duren vooraleer we die geambieerde netto nul emissie uit fossiele brandstoffen bereiken. Dat is nog lang. En als we dat willen vervroegen naar een datum die wel vaak hoort in dit debat, naar 2050, dan zouden we eigenlijk vanaf vandaag elke dag 0,05 exajoule energieconsumptie uit fossiele brandstoffen moeten afbouwen. En nu hoor ik u denken, 0,05, maar dat is toch weinig, dat doen we met een knip. Dit is diezelfde hoeveelheid uitgedrukt in kilojoules. Of ongeveer, maar ik wil het debat hier niet starten, de opstart van een bijkomende kernreactor per dag. Moedeloosheid vindt vaak haar oorsprong in de grootsheid der dingen, de enormiteit van de opdracht, maar ook in de toenemende polarisering in het politieke debat over duurzaamheid. De collectieve zucht, dames en heren, de collectieve zucht die dat ene project Ventilus gecreëerd heeft de voorbije maanden, is ongetwijfeld ook enkele exajoules sterk. En ik weet niet hoe u denkt over het debat over de kernuitstap zoals het de voorbije maanden en jaren gevoerd is, maar ik denk dat het leidt tot ontmoediging bij veel van onze medeburgers. En tot een evolutie waarbij ik vrees te moeten vaststellen dat te veel mensen het eigenlijk niet meer willen horen. En dat is gevaarlijk. Ik hoorde recent iemand zeggen van kijk, de grootste dienst die de regeringen van dit land ons kunnen bewijzen, ons maar ook zichzelf, is even doen alsof er in 2024 geen verkiezingen zijn. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar er zit een grond van waarheid in. Zeker op een moment dat de grootheid van die klimaattransitie doorkruist wordt door die hevige energiecrisis. En ik ga even van het noorden en van ons en ons debat hier in dat kleine Vlaanderen naar het globale en zoveel grotere, het globale zuiden. Klimaatverandering is in te veel delen van de wereld op dit moment eigenlijk nog onbesproken materie. Grote delen van de wereld passen zich niet of nauwelijks aan. Dat weet u, dat voelt u.
En natuurlijk, je kan iemand die vecht tegen honger en dorst of die vecht met rebellen en een dictator geen onverschilligheid verwijten. Er is wel degelijk een gigantisch groot verschil tussen de kleine landloze boer en zijn gebuur, de rijke grondbezitter, die elk 1 hectare Amazonewoud in de fik steken. Helaas, het effect voor het milieu is 2 keer hetzelfde. En we zien op meer en meer plaatsen in de wereld dat die snelle klimaatverandering bron is van conflicten. En toenemende strijd om schaarse natuurlijke hulpbronnen. Neem dat simpele voorbeeld, het is geen simpel voorbeeld, ik moet mijn zin herbeginnen. Dat zo jammerlijke voorbeeld van Ethiopië, een land dat ik intussen iets beter ken. Kijk naar dat conflict in Tigray of in Amhara en eigenlijk op al maar meer plaatsen in dat land. Tegelijkertijd een land waar de klimaatverandering tot enorme problemen leidt, met al maar langere perioden van droogte, afgewisseld met spectaculaire overstromingen, als het dan toch eens, natuurlijk veel heviger dan vroeger, regent. Ook dat is klimaatimpact. En zo komt het dat een land dat al verscheurd is door burgeroorlog, tegelijkertijd ook, en de twee zijn gerelateerd, natuurlijk de ergste voedselcrisis in meer dan 20 jaar doormaakt. En dat globale zuiden impacteert natuurlijk ons ook in het noorden, want het leidt tot migratie en vlucht. En het leidt tot allerlei ethische debatten, de debatten van de dag. Want inderdaad, er is toch wel een pijnlijk aanvoelend contrast tussen onze terechte verwelkomende houding ten aanzien van die Oekraïense wetenschapper enerzijds, terecht, absoluut, en anderzijds de Eritreër die na een helse tocht met zijn sloep landt in Lampedusa. En telkens ik die verschillen probeer te begrijpen, moet ik vaststellen dat ik ze ook zo moeilijk kan rechtvaardigen. En een ander neveneffect, al even pijnlijk, is dat het hier leidt tot enorme polarisering op het politieke spectrum. Hier, terwijl hier diezelfde migratie en vlucht eigenlijk, als je dat van wat afstand bekijkt, vooral baten creëert voor onze economie en onze arbeidsmarkt. Het is in het globale zuiden dat de kost van migratie en vlucht zich voordoet. Via brain drain, evident en pijnlijk om vast te stellen, maar ook via verdere verpaupering, want de allerarmsten in die landen die hebben niet de mogelijkheid om te vluchten. En dat zijn voor mij 2 redenen, 2 clusters van heel wat redenen. Ten noorden hier bij ons en ten tweede ook in dat globale zuiden waar we zo sterk engagement proberen voor op te nemen. Om vandaag echt te opteren voor een heel ambitieuze duurzaamheidsagenda. De transitie die de mensheid wacht is gigantisch en universiteiten hebben een cruciale rol te spelen in die transitie. Een universiteit die naam waard, die tast voortdurend de grenzen van haar weten en haar wetenschap af en probeert die grenzen te verleggen. KU Leuven is die naam waard en we zijn een leidende universiteit in het onderzoek rond klimaat, energie, transitie, milieu. We hebben duurzaamheid tot een heel belangrijke pijler gemaakt in ons strategisch plan dat niet toevallig luistert naar de naam Op kruispunten voor een duurzame samenleving. En die duurzaamheid is als thema de voorbije jaren heel diep ingeslepen in de agendas van heel wat van onze academische entiteiten in deze universiteit, maar zeker ook in onze bedrijfsvoering. Daar kom ik zo dadelijk nog kort op terug. En ik wil in deze korte reden met u heel kort aanstippen wat we proberen te doen, maar wat we ook nog beter kunnen in onderzoek, in bedrijfsvoering en in onderwijs. Zo kan u mee aftellen. Ik start bij onderzoek. Het onderzoek staat er. Onderzoek voor een duurzame samenleving. En ik kan zeggen, we hebben, en ik juich dat toe, we hebben dat ook zelf geïnitieerd, een zekere institutionalisering. Dat woord kan ook positief klinken. Institutionalisering in het onderzoek rond duurzaamheid. We hebben die prachtige samenwerking in Energyville met U Hasselt, met Vito, met IMEC, waar we het grenzen verleggen in de zoektocht naar intelligente energiesystemen, waar we zoveel private en publieke stakeholders meenemen in een zoektocht naar meer efficiëntie en decarbonisatie. En we hebben intussen binnen onze universiteit zelf een toename aan instituten, en die staan echt wel voor honderden academici die zich toeleggen op energie of gerelateerde thema's zoals mobiliteit. Kijk ook naar cultural heritage. Je zal denken, wat staat dat daarbij te doen? Maar de zoektocht naar duurzame preservatietechnieken is natuurlijk ook iets wat in een universiteit met een zo rijk erfgoed, eeuwenoud erfgoed,
van heel groot belang is. En Peter Lieves heeft het al aangestipt, dit is een thema niet alleen hier in Leuven in ons onderzoek, maar meer en meer ook op het internationale forum. En ik wil er toch nog één voorbeeldje aan toevoegen, wat UNA Europa betreft. Drie van de speerpunten die Peter aangehaald heeft, drie van de speerpunten, future materials, sustainability, maar zeker ook One Health, staan in het midden van de duurzaamheidsdiscussie. One Health, de studie van hoe de gezondheid van mens, dieren en hun omgeving onderling gerelateerd zijn, hoe ze elkaar impacteren, van de studie van zoonozen naar de biofysische kenmerken van luchtvervuiling, over de thematiek van voedselveiligheid of een lijn die al heel lang meegaat, socio-economische omgeving en de impact op de werkende mens en zijn of haar gezondheid. Dat zijn thema's die de biomedische wetenschappen, ook de biomedische wetenschappen, in het midden van het centrum brengen van het duurzaamheidsdebat. En dat omarm ik en dat juich ik heel erg toe. We hebben nu die Joint Bachelor in European Studies, inderdaad een succes vanaf dag één. Er wordt nu gewerkt aan, ook in UNA Europa, een soortgelijke Joint Bachelor in Sustainability. En dat is minstens zo belangrijk. Maar je komt natuurlijk niet naar een academische opening, of misschien wel, voor mij even goed, om een rector zichzelf op de borst te zien kloppen. U wil ongetwijfeld ook weten, en misschien zelfs vooral weten, wat beter kan en hoe we dat denken aan te pakken. En ik wil heel beknopt drie bewegingen aanstippen die we, denk ik, met stip op onze agenda moeten zetten. En de eerste beweging is zorgen dat we dat geweldige potentieel van deze universiteit, en daar gaan veel van die instituten over, om technologische oplossingen te zoeken. Denk terug aan intelligente energiesystemen, om maar één voorbeeld te noemen. Dat moeten we veel dichter bij de gedrags- en maatschappijwetenschappen en de menswetenschappen in hun totaliteit brengen. Wat psychologen en communicatiewetenschappers ons kunnen bijbrengen over nudging. Wat economen kunnen vertellen over haalbaarheid. Wat juristen ons kunnen bijbrengen vanuit milieurecht en energierecht. Filosofen, theologen over de ethische dilemma's die in het debat zo centraal staan. Dat zijn eigenlijk allemaal dimensies die cruciaal zullen zijn van zodra we van technologische oplossing naar maatschappelijke interventie willen gaan. En ik ben blij en ik hoop dat het er komt dat we nu de laatste stappen ondernemen naar een KU Leuven Institute for Energy and Society, energie en maatschappij, vandaar die afkorting KIEM. U kan ook KIES zeggen, maar ik vond dat wat minder KIES op mijn slide. In de hoop dat we vanuit dat instituut en in verbinding met alle anderen die stap naar beleidsvormend vermogen kunnen maken. Jill Peters, en veel dank aan haar actieve samenwerking, zeer aangenaam samenwerken, heeft al verwezen naar ons duurzaamheidsrapport. Ik kan eraan toevoegen de enorme samenwerking, Living Lab, die enorme samenwerking met de stad in Leuven 2030. We doen al wat ik nu vraag. We kunnen het alleen nog krachtiger. Tweede beweging, levenslang leren. Niet alles moet van onderzoeker naar klant gaan. Veel van het onderzoek kan via levenslang leren, via MOOCs, via postgraduaten, via andere vormen van permanente opleiding bij andere generaties dan onze bachelor- en masterstudenten terechtkomen. En kan via datzelfde kanaal, dus het kanaal, denk ik, om kennis in bedrijven en dicht bij het beleid te brengen. Ik ben heel blij met dat Sustainability Leadership Program. Maar kijk ook naar de honderden externen die intussen dat vak waar Gerard Govers het over had in de video, globale uitdagingen voor een duurzame samenleving, denk ik. Ik ben de titel nu even kwijt, maar dat doet er nu. Globale uitdagingen, laten we ons daarop houden. Ja. Ook dat is een kanaal dat we actief kunnen benutten en zo zijn er meer voorbeelden van vakken die we op dezelfde manier kunnen openstellen. En een laatste brug die we absoluut moeten maken of een laatste beweging die we moeten inzetten is toch zorgen dat we meer, hoe moet ik het noemen, open interfaces creëren tussen wetenschap en beleid om onze impact vanuit dat onderzoek te vergroten. En die interfaces bestaan, maar we hebben hier ook wel een moeilijkheid aan onze kant. En dat is de moeilijkheid om tot een
stevige consensus te komen in thema's rond klimaat en energietransitie aan de kant van de wetenschap. Het gaat er soms fel aan toe. En ik denk dat we ook over de universitaire grenzen heen ons nog harder kunnen inspannen om in die grote thema's over bijvoorbeeld de energiemix van de toekomst niet de rangen te sluiten, maar de gedachten te delen en te zien hoe we vanuit die gedachtendeling ons meer achter soortgelijke oplossingen kunnen plaatsen. Maar ook om, als dat niet lukt, en dat is eigen aan de onzekerheid van wetenschap, dat zal altijd zo zijn, van het dan ook uit te leggen waarom het perfect legitiem is dat twee groepen van wetenschappers met min of meer, al dan niet, equivalente oplossingen naar buiten komen voor eenzelfde probleem. Zolang alles maar gebaseerd is op feiten. Kijk, en laat me twee korte voorbeelden geven. Over kernenergie, daar gaan we weer. En de positie ervan in de energiemix van de toekomst is heus wel veel te zeggen, pro en contra. Maar dat het een klimaatvriendelijke technologie is vergeleken met vele andere, ik hoop dat dat buiten kijf staat. En de elektrische wagen is heus niet vrij van zonde. En wellicht ook niet dé oplossing, in grote letters, voor onze vervoerproblematiek. Maar dat die klimaatvriendelijker is, alles wel beschouwd, dan wagens die rijden op benzine en op diesel, dat is ook wel duidelijk. Feiten gebaseerd. En ik hoop dat we komen, als ik spreek over interfaces, tot rijke debatten tussen wetenschap en beleid, waarbij wetenschap de deep dive kan organiseren voor ministers en topambtenaren, voorzitters van belangenorganisaties, om hen meer vertrouwd te maken met wat onze kennis precies behelst en wat je er kan uit concluderen, maar ook om hen ons te laten opleiden in de complexiteit die ook aan de politieke kant vandaag bestaat, de complexiteit van de keuzes die daar gemaakt moeten worden. We hebben een schitterend instituut voor de overheid. We hebben onze experten in hydrologie, energie, in klimaat, geologie, geografie, economie, sociale wetenschappen. Noem maar op. Laat ons proberen die krachten te bundelen in een heus policy instituut. Tot zover onderzoek. Kort een woordje over onze bedrijfsvoering. En dan kom ik eigenlijk bij een andere dimensie van KU Leuven. Niet onze aard als onderzoeksinstelling. We zijn tegelijkertijd, en dat is heel belangrijk om te beklemtonen, hier vandaag een living lab. Een proeftuin voor de samenleving rondom ons. En dat is cruciaal om dat ook te zijn via onze bedrijfsvoering. Want dat bepaalt onze geloofwaardigheid. Geloof me, onze studenten zullen een stuk makkelijker meenemen wat we hen bijbrengen rond duurzaamheid als ze merken dat hun eigen universiteit wat ze predikt ook in praktijk brengt. En dat doen we. En dat doen we goed. Alleen weet de buitenwereld het volgens mij net nog wat te weinig. En daar is heus werk aan. We zijn momenteel dat eikpunt, die proeftuin voor de samenleving. Kijk naar ons reisbeleid, kijk naar ons aankoopbeleid. Maar ik wil het hier nu vandaag met een heel, heel kort uitstapje hebben over ons nieuw energiebeleidsplan, waar Stefan Saez in het filmpje al aan verwees. En misschien twee geruststellingen meegeven aan iedereen. Daar drink ik even op. Al weet ik niet zeker of het geruststellingen zullen zijn. Ten eerste, enkel glas. Ja, er staat nog op heel wat plaatsen enkel glas. Ja, we investeren, en misschien is het goed om dat eens publiek te delen, sinds 2017, 2018, ik moet mij corrigeren, €500.000 per jaar, en dat is geen klein geld in deze tijden, in de vervanging van een enkel glas door dubbel glas of drievoudig glas. Weet u dat het met die investering in totaliteit ongeveer 10 jaar duurt om alles vervangen te krijgen? Ook wij worden ook soms geconfronteerd met de enormiteit der dingen. En een tweede vraag waar ik heel vaak door de Leuvense burger in de straat wordt op aangesproken. Meneer de rector, waarom legt u geen zonnepanelen op uw daken? Wel, ik kan u verzekeren, op alle grote dakoppervlakken die dat kunnen dragen van KU Leuven liggen er overal fotovoltaïsche zonnepanelen. En dit is niet gefotoshopt. Dit is heus het dak van de campus Sociale Wetenschappen. En ik merk nu dat dat mooie gedicht nog niet op dat gebouw staat. Dus het is zelfs al een foto van enkele jaren geleden, een redelijk wat jaren geleden. Dus dit is eigenlijk common practice al een hele tijd lang.
En dames en heren, vooraleer ik u iets zeg over de toekomst van dat energiebeleidsplan, zou ik, en ik vind dat nu eens echt belangrijk om dat eens te kunnen doen bij een opening, een bijzonder warm applaus willen vragen voor onze technische diensten, voor onze diensten algemeen beheer at large, voor hoe ze ook gevoed worden door een duurzaamheidsraad. Maar ik kan u verzekeren, in dit debat, onze technische diensten zijn een sterkhouder waar we elke dag met z'n allen de vruchten van plukken. Mag ik een heel warm applaus? Heel kort nog over dat energiebeleidsplan. Voor alle duidelijkheid, wat Stefan Saez in het videootje zei, was juist. We streven, als het gaat over CO2-emissie uit gebouwen, naar een afbouw van de totale CO2-emissie van 30% in die periode 17 tot 27. Van 10 jaar eerder gerekend, van 2007 tot 27, gaat het om een vermindering met 50% en zelfs 66% per vierkante meter gerekend. Dat is toch wel best spectaculair. Ja. En dat is vandaag de dag ook inclusief, niet langer in de meting enkel Leuven, maar ook inclusief alle campussen buiten Leuven, inclusief kinderdagverblijven, de ALMA-uitbatingen, en ik kan ze nog een tijdje verder gaan. Dus de enormiteit van de inspanning neemt ook echt wel toe. En de engagementen zijn samen te vatten in 3 korte puntjes. Eerst en vooral, voor alle nieuwbouw gaan we volledig voor fossielvrije bouw. En we doen dat via heel hoog rendement warmtepompen en biovelden, daar waar het kan. En dan vraagt u zich af, en meneer director, wat gaat u dan doen voor dat rijke patrimonium van eeuwenoude gebouwen die in het beste geval min of meer geïsoleerd zijn? Ook daar nemen we een stevig engagement om tegen 2027 eigenlijk te mikken op een reductie van het gasverbruik met 80%. En dat vraagt nogal wat gedeelde inspanningen. De buitenschil, isolatie, heel erg belangrijk. Maar ook hybride systemen van verwarming, warmtepompen in combinatie met bijvoorbeeld gasketels op die enkele dagen, die heel schaarse dagen waarop het hier echt nog vriest. Ja. Die transitie maken zal niet volstaan, gegeven de snelheid die we aan moeten houden. En daarom hebben we in datzelfde energiebeleidsplan, ook belangrijk om dat toch nog heel even aan te stippen, een reeks experimenten ingeschreven, en we voeren die momenteel ook uit, om vanuit dat onderzoek van deze universiteit een stap te zetten naar effectief weer terug vernieuwing, innovatie in dat Living Lab. Daar heb ik het nu over. We experimenteren met warmtenetten. Laat mij 1 experiment, een beetje een voornaam experiment, vermelden. En ik ga naar die stad waar we morgen de opening nog eens over doen, Kortrijk, waar we momenteel de campus Kulak connecteren met het nabijgelegen crematorium. De temperatuur van de restwarmte die is daar zo hoog dat we zelfs geen tussenliggende warmtepompen meer nodig hebben. Dus aan alle West-Vlamingen onder onze alumni. Als u komt te gaan, dan kan u uw alma mater nog 1 keer een geweldige dienst bewijzen en bijdragen aan haar duurzaamheid. U begrijpt wat ik wil zeggen. Er zijn ook experimenten rond on-demand heating, wordt erg relevant voor de toekomst, nu ruimte ook schaars gebruikt wordt met telethuiswerk. Maar die reeks van experimenten die bespaar ik u voor vandaag. Dat zal terug te vinden zijn op de website. Wat ik vooral wil doen vandaag, en dat is mijn voorlaatste boodschap, is de hele KU Leuven gemeenschap oproepen om met heel veel kleine initiatieven, gevoed door de wetenschap, absoluut belangrijk, die heel grote bewegingen die we inzetten op universitair niveau te vervoegen en snelheid en kracht te geven. We hebben meer dan 50 schitterende ecoteams die mensen rond duurzaamheid verenigen in onze departementen, faculteiten, op campussen en diensten. En ondanks al het puikenwerk dat zij leveren, blijft het toch wel, en dat voelen wij natuurlijk op het universitaire niveau goed, lastig om de hele universitaire gemeenschap
te verenigen rond die duurzaamheidsagenda. Duurzaamheid staat in sommige departementen, faculteiten en andere entiteiten heel hoog op de agenda en komt bijna elke vergadering van een bestuur wel aan bod, maar is nog afwezig op de agenda op heel wat andere plaatsen. En dat moeten we zien te overbruggen. En we zien toch ook echt wel in realiteit, daar waar men echt keuzes gemaakt heeft om eindverantwoordelijken aan te duiden, ook rond duurzaamheid. Campus Kulak is eigenlijk een mooi voorbeeld. Onze faculteit wetenschappen is een heel goed voorbeeld. Dat het voor een duurzaamheidsraad en technische diensten veel makkelijker is om universiteitsbrede initiatieven ingang te laten vinden in alle entiteiten, maar ook omgekeerd om heel goede voorbeelden van ecoteams bijvoorbeeld op te schalen naar het universitaire niveau. En ik ben heel blij dat we vorige week op de Academische Raad, het is nog maar een week oud, nog niet, goedgekeurd hebben om nu ook duurzaamheidsspitsen aan te stellen in al onze entiteiten, net om dat te kunnen realiseren. Belangrijk. En dank voor die steun vanuit de Academische Raad. Een laatste puntje. Ik heb onderzoek behandeld, ik heb bedrijfsvoering behandeld, ik kom nu bij onderwijs en ik wil daar toch starten met de zin dat ik hier eigenlijk onze grootste bijdrage zie. Wat we kunnen doen via de opleiding van onze studenten overstijgt vele malen wat we in termen van CO2-emissie op lange termijn kunnen realiseren vanuit onderzoek en bedrijfsvoering. En ik voel en ik meen dat heel erg, bijzonder veel sociaal engagement en actiebereidheid bij de jongeren van vandaag, en dat moeten we vastnemen. Als wij erin slagen, wij docenten, onderzoekers, om hen vertrouwen in de wetenschap bij te brengen en vooral ook aan te geven hoe ze vanuit hun eigen discipline, en alle disciplines spelen hier een rol, kunnen bijdragen aan een nog sterkere duurzaamheidsagenda en een aanpakken van de uitdagingen van de toekomst, dan staan we denk ik heel ver. En dan twijfel ik er eigenlijk ook niet aan dat zij voor vele kleine en grote projecten en problemen hun verantwoordelijkheid zullen opnemen. En dat is cruciaal, want we spreken uiteindelijk over duurzame ontwikkeling, over die heel belangrijke vraag hoe wij vooruitgang kunnen blijven realiseren op een manier dat ook wij in onze noden kunnen voorzien, maar wel zo liefst dat ook de volgende generaties, en die hebben we in ons auditorium vanaf vandaag, in hun noden kunnen voorzien. Waar staan we op dat vlak? De wetenschap van vandaag voor de uitdagingen van morgen, daar gaat het om, dat heeft u door. We staan ver. Het opleidingsaanbod rond duurzaamheid is spectaculair toegenomen. En ik nodig u uit om die website Duurzaam Onderwijs in de Kijker maar eens bij te nemen op een ander moment, liefst na de speech. Het einde is nabij. Van de speech bedoel ik. Ja, met dit thema moet je altijd opletten wat je zegt. Maar Duurzaam Onderwijs in de Kijker aanbod is enorm toegenomen. We hebben, en heel veel dank aan alle programma's en faculteiten, een duidelijk engagement om een van die twee vakken. Ik heb al verwezen naar globale uitdagingen. Er is ook de socio-ecologische inleiding tot een duurzame wereld, tot duurzaamheid. Een tweede vak dat elke opleiding, een van die twee vakken, wel opgenomen heeft in het aanbod. Dat is goed, dat maakt ons sterk. En we hebben gespecialiseerde opleidingen, de Master Sustainable Development, een Master in Milieu en Preventiemanagement. Het aanbod is bijzonder ruim geworden. We hebben MOOCs in het vooruitzicht. We hebben cursussen rechtsboven om docenten bij te staan in het lesgeven over duurzaamheid. We hebben een netwerk duurzaam onderwijs om die krachten te verenigen en van daaruit te stuwen. Dat staat er allemaal. Zijn we er daarmee? Nee. In mijn aanvoelen blijft het op dit moment net nog allemaal dat tikkeltje te vrijblijvend. Studenten kunnen van alles en nog wat volgen, maar het is heel vaak hun individuele keuze. En ik stel u gewoon de vraag, is het niet tijd dat we elke student die start aan KU Leuven, het wordt verplicht, klinkt altijd wat moeilijk, maar onderdompelen, meenemen, de dialoog aangaan, belangrijk, onderdompelen in de uitdagingen die hen te wachten staan. Op feiten gebaseerd en vanuit de wetenschap gevoed. Wordt het geen tijd om in opleidingen precies dat soort aanbod een centrale plaats te geven voor elke student, omwille van de enormiteit en de inspanning die we met z'n allen zullen leveren? Ik zal het niet opleggen, maar ik zou er u wel willen toe oproepen. En dat hoeft, en dat wil ik toch ook heel erg beklemtonen, geen verhaal te worden
Kijk, laat ons er een verhaal van nuance van maken. Het hoeft geen verhaal te worden van doom en gloom over klimaattransitie. Er zit in het onderzoek rond klimaat, energie en al die gerelateerde thema's heus wel heel veel voortschrijdend inzicht en af en toe een heel stevig teken van hoop. De projecties voor CO2-emissie wereldwijd die gaan wel degelijk te traag, goed, maar gaan wel degelijk in de juiste richting, hoor. En af en toe doet het wel eens deugd om te kijken naar de prestaties van sommige landen. Het United Kingdom, af en toe doen ze het ook wel eens geweldig goed, staat in CO2-emissie pro capita terug op het niveau van 1870. België terug op het niveau van 1905. De Verenigde Staten op het niveau van 1910. En nee, niet enkel en zelfs niet in de eerste instantie door delocalisatie van vuile industrie. Dus er zijn tekenen van hoop. Kijk naar de IPCC-projecties over klimaatopwarming. De meest extreme scenario's, de worst-case scenario's, zijn stilaan wel terug van de tafel. En daar schuilt heel veel goed nieuws in. Ik moet wel erbij zeggen, met tegelijkertijd een stevige reality-shock, namelijk de kans dat het meer dan 1,5 graad wordt, is intussen ook wel een quasi-zekerheid. Ja. Dus het gaat wat in die beide richtingen. Dus op feiten gebaseerd, met tekenen van hoop, oh, zo belangrijk om dat perspectief van het kan veranderen en we kunnen verschil maken erin te houden, dat vind ik heel erg belangrijk. En ik zal hier niet bij stilstaan, maar zorgen dat we ook een systeemvisie bijbrengen. Als we onze studenten zien als de leaders of the future en laat ons elke student zien als een potentiële leider van de toekomst, dan moeten we ook zorgen dat ze in systemen kunnen denken. Neem dat pijnlijke voorbeeld van desertificatie, woestijnvorming. En we associëren dat nog met Sahara en Sahel, maar daar zijn heel wat tekenen van vergroening. Maar kijk naar steppes in China en Rusland, waar het wel heel snel verandert, in negatieve zin. Wel, desertificatie is nu typisch een voorbeeld van waar de mens een enorme impact heeft. Overbegrazing, overexploitatie, ontbossing, je kan het zelf lezen. En waar de effecten zo multiple zijn. Verlies aan biodiversiteit, economische malaise, conflicten, migratie, urbanisatie. Het een hangt met het andere samen. Je kan niet aan één duurzame ontwikkelingsdoelstelling alleen werken. Je kan er maar een verschil in maken als je aan al die doelstellingen tegelijkertijd werkt. En ik ben bijzonder hoopvol voor wat we daar kunnen doen met onze studenten en voor onze studenten en samen voor de samenleving van morgen. Er is de Green Office, die is al verwezen in de video. Studenten maken een groot verschil in het mobiliseren van andere studenten. Kunnen dat soms beter dan wij? Laat ons die kracht gebruiken. En rechts, met excuus voor de opsomming hier. Maar ik vind het toch wel hartverwarmend. 2 jaar terug stond ik hier met een oproep om KU Leuven Engage de nodige brandstof te geven. Gevoelige term in dit debat. KU Leuven Engage staat er vandaag. We zullen dit jaar wellicht opschalen naar 41 service learning trajecten in onze 16 faculteiten. Dat is gigantisch. En daar zitten heel veel mogelijkheden om dat enthousiasme, die sociale oriëntatie bij de generaties van vandaag, vast te grijpen, niet meer los te laten en er ja, samen van die beweging uit vooruitgang uit te laten voortkomen. Mijn dank aan iedereen die zich hier zo mooi voor ingezet heeft in de voorbije jaren. Dames en heren, ik sluit af en ik zal zo dadelijk het academiejaar openen. Nu niet, u moet zich geen zorgen maken, u kan mij nog opnieuw aankondigen straks. Maar toch al wel even die link maken. Laat er ons een duurzaam academiejaar van maken. Dat is vraag nummer 1. Onze uitmuntendheid in onderzoek echt wel gebruiken om hier vooruitgang in te boeken. Onze studenten confronteren met hun eigen toekomst. Daar kom ik zo dadelijk nog wel even op terug. En via heel veel kleine initiatieven, de grote beweging die deze universiteit ingezet heeft, kracht bijgeven. En dat is zo cruciaal. Laat ons, om eens terug te komen bij het begin van mijn speech, niet die fout maken die, waar Zweig het over had. Laat ons ook niet de uitdagingen die wij eigenlijk moeten oplossen op de schouders van onze studenten neerleggen, op hun generatie.
doen alsof het wel goed komt met de wereld. Vanzelf is nagenoeg even gevaarlijk als de geweldige zomers in Middelkerken aankondigen. Niet doen. Maak er dit jaar en de volgende jaren een intergenerationeel debat van, want dat is het. Onze studenten kijken naar ons om die heel grote stappen te zetten in transitie. Maar tegelijkertijd zijn zij ook wel de generatie van de lage kostvluchten. De next hour delivery, next day, daar spreken we al niet meer van. En de bedrijfswagen is echt nog niet uit de geesten. Dus wij kijken ook naar hen. Dus laat ons die dialoog aangaan over dat soort keuzes. En die dialoog zal oncomfortabel zijn en bij momenten heel ruw. Maar daarom is het nu net ook een dialoog. En daarom is die ook nodig. En om helemaal de link te maken met zwaaien en wat ik aangekondigd heb rond, of vastgesteld rond het Europa van vandaag. Sinds de invasie in Oekraïne, 24 februari van dit jaar, is de energietransitie waar we voor staan ook een manier en een voorname manier om ons misschien eindelijk wat minder afhankelijk te maken van autocratische regimes die fossiele brandstoffen opstapelen en ze, dat zien we nu, durven inzetten als wapen. En misschien hebben we die realiteit, hebben we daar te lang van weggekeken. Ook dat is een voorbeeld van onverschilligheid. Hadden we iets meer voorwaarden, het is makkelijk praten achteraf, iets meer voorwaarden verbonden aan vrije wereldhandel, en dat is toch de opdracht van de OESO, dan zouden we vandaag wellicht met onze eigen energiemix op een ander punt gestaan hebben, in veel minder afhankelijkheid van de staten, de regimes waar ik het net over had. En ik wil er toch nog een uitsmijter aan meegeven. Ik krijg heel vaak de vraag, de opmerking, vooral opmerkingen van ach, is dit nu eigenlijk nodig dat wij als land, als Europese Unie, als Westen, zulke zware sancties opleggen aan Rusland? Want wat krijgen we in ruil? Stijgende energieprijzen en inflatie. En we maken ons het leven hier onmogelijk. Maar dan vraag ik u, en ik geef het u mee als vraag voor de dag, zouden wij nu echt tolereren dat de Oekraïners vanaf morgen in een dictatuur leven, enkel en alleen om onze welvaart hier op het gekende pijl te houden? Nee toch, daar zou ik alvast niet voor willen tekenen. Ook niet als dat totalitaire regime in Oekraïne groen zou zijn. Ik dank u.